zeggen of het eigenlijk nog wel crisis is in de bouw. Of dat het misschien de nieuwe stand van werken is voor de bouw. Nou, ik denk niet dat je een keuze moet maken tussen die twee. Ik denk dat er zeker sprake is van een crisis. Even iets van mijn persoonlijke achtergrond. Ik kom zelf uit een andere branche oorspronkelijk. Dus ik wist wel, ik lees de krant en ik zie het journaal, dat het wat minder was in de bouw. En nu dat ik erin zit, heb ik ervaren dat, dus eigenlijk kommer en kwel. Als je kijkt naar wat er op dit moment gebeurt, en dan is op een aantal vlakken is er nog wel wat te doen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar nieuwbouw, dat staat dat is natuurlijk veel al stil komen te liggen. Absoluut. Maar is het de nieuwe manier van werken? Nou, in het verlengde daarvan denk ik wel dat bouwbedrijven daardoor nu genoodzaakt zijn om wel op een andere manier om te gaan. En dat misschien deze tijd wel gaat bepalen dat je vanaf nu op een andere manier te werk gaat. Kan het kansen creëren voor de sector, denk je? Voorlopig, wat ik meemaak, is dat bedrijven echt in eerste instantie in overlevingsmodus gaan. Wij praten dan met name over personeel en over de flexibele inzet van personeel. Wat je daar ziet gebeuren is dat bedrijven gedwongen moeten ontslaan. Maar de vraag is hoe ze dan A, die periode doorkomen. Mm-hmm. En B, als ze daar doorheen zijn, hoe het dan straks gaat. En ik denk dat wat wij nu meemaken is dat wij bedrijven helpen met een flexibele schil. Dus met dezelfde vakmensen die ze al kenden. Met dezelfde ervaring. En zelfs mensen die gebonden waren aan het bedrijf. Om die weer opnieuw in te zetten. Dus in die zin is dat wel een nieuwe manier van werken voor de bouw? Dat is absoluut een nieuwe manier van werken. Dus ik denk ook dat na de crisis, en wie dat weet wanneer dat is, die zal het zeggen. Maar voorlopig na de crisis vraag ik me af welke bouwbedrijven er dan nog gewillig zijn om weer iedereen terug te brengen naar die loonlijst. Ja. Want ik denk dat nu de krachtige bedrijven zijn de bedrijven die nu kunnen aanpassen en flexibel kunnen zijn. Ja. En dat, de crisis helpt dat absoluut wel in de hand. Ja.